Het Fioretti College staat aan de vooravond van een hoop veranderingen. In de aula is dit al te zien. Maar dat is slechts het begin van een nieuwe vorm van onderwijs. En dat was nodig, want na de pandemie was de schoolcultuur er slecht aan toe. Op het moment toen de corona was en met de maatregelen, zeg maar, is het stukje thuis, straatcultuur allemaal en school allemaal samengekomen. Ook omdat de leerlingen ook thuis onderwijs hebben moeten volgen. En we merken dat de leerlingen het heel erg moeilijk vinden om, als ze weer op school zijn, om een goed code te switchen, noem je dat. En dat is eigenlijk, zeg maar, dat ze beseffen dat ze op school zijn. En school is een andere cultuur en heeft een andere waarde en normen dan bijvoorbeeld op straat of thuis. En om die cultuurverandering voor elkaar te krijgen, is meer nodig dan wat nieuwe schoolboeken. Daarvoor moet heel de school op de schop. Zowel het gebouw als de manier van werken. We zijn nu dit jaar echt gestart. Eén deel is het docententeam en alle collega's. Dus van de receptiemedewerker tot de conciërge tot onze docenten. Die zijn meegenomen in een heel proces van waarom willen we nou die verandering. De leerkrachten worden echt getraind door coaches van buitenaf om hun lessen nog te verbeteren. Zowel op didactisch vlak als op pedagogisch vlak. En dan hebben we de andere poot is inderdaad wat je nu al ziet. Maar dat is het beginpunt. Want wij weten dat het onderwijs van de toekomst heeft andere dingen nodig. De leerlingen hebben andere dingen nodig. Dus ons gebouw moeten we aan gaan passen. Er zijn plannen om te gaan verbouwen. Om het allemaal wat meer warm gevoel te geven. Dat er wat aparte stukjes zijn. Zodat de wensen die de leerlingen hebben, dat kan zijn dat ze rustig willen. Ja, dat ze even rustig willen zitten. Maar het kan ook zijn dat ze juist even samen willen gaan spelen. Of dat ze even huiswerk willen maken. En dat soort dingen willen we nu gaan creëren op school. Maar voor zo'n nieuw gebouw moeten de leerlingen wel wat inleveren. Mobiele telefoons zijn namelijk niet meer welkom op het Fioretti. Dat zorgt voor gemengde gevoelens bij de leerlingen. Wel leuk, omdat je hebt nu wel meer sociaal contact. Maar aan de andere kant is het ook weer minder leuk, omdat je kan niet even op TikTok of Snapchat of je kan niet met vrienden even appen of zo. Mijn vrienden zitten op een andere school en die mogen wel hun telefoon gebruiken. En als we wel geen telefoonverbod hadden, dan kon ik gewoon met ze appen en nu niet meer. De docenten daarentegen zijn razend enthousiast. Eigenlijk was het zo, we hebben de grondlegger van de transformatieve school, Ilias El-Houdoui, hier gehad met de studiedag. En wat op een studiedag wel eens gebeurt, dat je na een kwartier denkt, mag ik naar deze lezing weg, moet ik iets anders gaan doen. Zat heel deze aula vol met al onze collega's, een hele ochtend stil te luisteren naar alles wat hij aan theoretische onderbouwing heeft kunnen presenteren. En iedereen was om, iedereen zei, we moeten hiermee verder.